RTLZ Crypto wordt mede mogelijk gemaakt door BTC Direct. Welkom bij RTLZ Crypto. Iedere week praten we hier met een speciale gast over crypto, strategie, risico's en kansen. En vandaag hebben we meteen maar twee gasten uitgenodigd. Bert en Peter Slachter. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn auteurs van Ons Geld is Stuk en waarom Bitcoin de oplossing is. Dus daar gaan we het de komende 10 minuten over hebben. En jullie zijn ook van het platform Lekker Cryptisch. Ja. Leuke titel. Ja, Bert, ik begin met meteen eventjes. Hè. Ja, het ligt natuurlijk voor de hand. Ons geld is stuk. Hoezo? Ja, nou, dat is eigenlijk de context waarin Bitcoin is ontstaan. En ook nu waarin we het beschrijven. Want het geld wat we nu hebben, of het geldsysteem, dat is op een aantal manieren niet heel erg goed meer geschikt voor de toekomst. Het is, Wat klopt er dan niet mee? Nou, je ziet een aantal scheurtjes in Nederland ontstaan. Hè? Dus bijvoorbeeld de spaarrente die is nul, hè? Terwijl de inflatie hoog is. Dus je spaargeld verliest als een smeltend ijsklontje zijn waarde. En die lage rente zorgt voor allerlei problemen. Het geld stroomt van arm naar rijk en van jong naar oud in plaats van andersom. Een ander, veel groter vraagstuk is: hoe krijgen we ons geld geschikt voor de digitale toekomst? Want we willen eigenlijk in een flits, ja, 24/7 geld van de ene en de andere kant van de wereld kunnen sturen. Dat kan helemaal niet met het huidige geldsysteem. We willen eigenlijk digitale bezittingen op zichzelf staan. We hebben het vaak over de metaverse tegenwoordig en over digitale kunst en over al dat soort nieuwe technologische ontwikkelingen. En het huidige geldsysteem sluit daarbij niet goed aan. Peter, in Nederland heb ik toch geen probleem als ik ga betalen. Dat gaat hartstikke snel. We hebben nu die flitsbetalingen. Ik maak wat over en bam, het staat meteen bij de ander op de rekening. Ja, dus als je in Nederland woont, dan heb je wat betalen betreft, heb je weinig te klagen. Ja, dus we hebben hier, nou, ik durf wel te stellen, daar ben ik wel heel bouwde stelling, dat we de beste betaalinfrastructuur ter wereld hebben. Dus wat dat betreft woon je hier in een echt bevooroordeeld, bevoorrecht land. Ja. Maar nou ja, afgezien nog van de problemen die Bert net opnoemde, je kunt het ook nog gaan hebben over vermogensongelijkheid, over de positie van commerciële banken, over centraal bankiers die zich een beetje in de hoek van de kamers hebben geverfd met het monetair beleid. En als je nog buiten Nederland gaat kijken, dan zie je helemaal diepe kloven in alles wat rond met geld te maken en heeft. En even in het boek beschrijven jullie ook iets over jullie trekken vergelijking tussen geld, boswachters die in de weer zijn met brandjes blussen. Wat heeft een bos te maken met geld? Kunnen jullie dat uitleggen? Ja, geld of een geldsysteem of een economie en financiële markten, dat zijn complexe systemen, net als de natuur. En we hebben als mens vaak de neiging om te gaan ingrijpen. We willen het managen, we willen het beheren. Dat doen boswachters, deden boswachters vroeger. Elk brandje wat er was, werd meteen geblust om te voorkomen dat het bos zou vernietigen. We kwamen er pas heel laat achter dat als je dat doet, dat elke keer zich kreupelhout ophoopt. En dat uiteindelijk, als je dat maar lang genoeg doet, er een keer een onblusbare brand ontstaat, na een blikseminslag. Inferno. Ja, en het bos is weg. In welke zin is dat dan nu aan de hand met ons geld? Dus door de economie elke keer te managen, door elke keer dat centrale bankiers asymmetrisch ingrijpen, namelijk als het slecht gaat, dan verruimen ze het financieel beleid meer dan dat ze het verkrappen als het goed gaat, kom je uiteindelijk op het punt dat je geen kant meer op kan. Ja. En op dit moment is de rente 0%. Zelfs de Grieken lenen ze ongeveer gratis, terwijl ze een paar jaar geleden al bijna failliet waren. Dus het is niet meer een markt waarin informatie... En dat klopt niet, zeggen jullie. En ondertussen is inflatie... Nou, dat maakt het fragiel. Dat maakt het fragiel. Dus het kan gebeuren dat er een keer een blikseminslag is economisch en dat de centrale bankiers eigenlijk ook niks meer kunnen. Rente verhogen, dan crash je de aandelenmarkt en de huizenmarkten. De rente nog langer laag houden. Dan bouwen zich nog meer onevenwichtigheden op. En verlagen kan niet meer, want 0%. En is Bitcoin daar dan de oplossing voor? Nou nee, dit is de context waarin we over Bitcoin redeneren. Niet alleen Bitcoin. Centrale banken zelf zijn bezig met nieuw geld. Digitaal centrale bankgeld. In Europa heet dat de digitale euro. Techbedrijven zijn bezig met nieuw geld. En er is open source geld, zou je kunnen zeggen, Bitcoin. En alle drie werken ze aan de toekomst van ons geldsysteem. Ja. Okay. We stellen ook niet dat Bitcoin een silver bullet is waarmee alle problemen rondom geld, en je kunt zelfs nog discussiëren of sommige van de problemen die we beschrijven echt geld zijn, of dat we een ruimer begrip hanteren. Ja. Maar het is niet zo dat de introductie of het bestaan van Bitcoin ineens vermogensongelijkheid oplost. Natuurlijk niet. Nee. Dus
als we het over Bitcoin hebben, hebben we het niet alleen over geld. Sterker nog, we hebben het vaker over Bitcoin als technologie. Als technologie voor het overdragen van digitale bezittingen. Want misschien moet je dat eens even vertellen, als het kan hoor. Want in het boek nemen jullie natuurlijk ook best wel de tijd voor. En dank daarvoor, want het is mij iets wat duidelijker geworden. Maar hoe zit dat nou in elkaar, die technologie? Wat is er nou zo bijzonder aan de blockchain waar bijvoorbeeld Bitcoin op draait? Nou, de grap is dat de blockchain zelf helemaal niet zo bijzonder is. Dus die term die wordt vaak voor marketingdoeleinden gebruikt. Ja? Terwijl het eigenlijk gewoon een hele, je zou haast kunnen zeggen, hele domme manier is om een transactiegeschiedenis bij te houden. Een beetje vergelijkbaar met een analoog kasboek. Maar wat Bitcoin is in essentie, en wat het anders doet dan dat we tot nu toe kennen, is het bijhouden van de werkelijkheid van de administratie zonder dat daar een centrale tussenpartij voor nodig is. Ja. Dus wat Bitcoin mogelijk maakt, is de overdracht van een bezitting, digitale bezitting, zonder dat dat via een bank of een centrale bank of een register loopt. Dus wij kunnen iets direct naar elkaar overmaken. Nou, dat is waar men zich in de IT decennia op stuk gebeten hebben. Ja, en het is ook interessant, want het wordt van alle kanten ook gevalideerd. Hè? Door meerdere nodes, heette dat, geloof ik. Het collectief komt tot consensus over wat is de waarheid, wat is van wie, welk geld is van jou, welk geld is van mij. Zonder dat daar iemand vertrouwd moet worden om die administratie bij te houden. Want dat is hoe we dat namelijk traditioneel doen. Kijk, het probleem van digitaal is dat als ik iets aan jou geef, dat ik het daarna ook nog heb. Dat is in de fysieke wereld anders. Als ik jou een tientje geef, dan heb jij tientje en ik niet meer. De natuurkunde helpt ons. Digitaal moet je dat oplossen. Maar schuilt er ook een risico in als je die centrale hub, zoals nu bijvoorbeeld een centrale bank is, eruit haalt? Nee, denk het niet. Niet aan zich in het feit dat de centrale partij er tussenuit is. Dat maakt het systeem veel minder fragiel. Kijk, daar heb je in de echte wereld heb je daar weinig last van. Als IKEA failliet gaat, dan staan alle Billy boekenkasten er nog, gelukkig. Die zijn niet ineens weg. Maar in een digitale wereld is dat anders. Maar wat ik me bijvoorbeeld afvraag, kijk, nu heb je een centrale bank, die drukt inderdaad af en toe geld bij, of gaat af en toe verkrappen. Maar dan, stel je voor dat Bitcoin het betaalmiddel wordt, of het systeem wordt waar we van alles en nog wat mee gaan doen. Is het dan niet zo dat alleen maar een specifieke groep mensen met heel veel kennis van technologie toegang heeft tot dat betaalsysteem bijvoorbeeld? Nou, het aardige van Bitcoin is dat de regels, dus je zou kunnen zeggen het monetair beleid, die ligt vast in de broncode en kan dus niet worden aangepast zonder dat het collectief, een overweldigende meerderheid, daar consensus over bereikt, dus daarmee eens is. Dus dat maakt Bitcoin ook heel, dat is wel het collectief wat allemaal een computer heeft met die software. Maar dat kan iedereen draaien. Ja. Iedereen kan dat gewoon, dat is niet heel specialistisch. Je ziet nu al dat er 100.000 mensen wereldwijd dat hebben. Dus dat is niet een kwestie van dat een klein groepje van 10 centraal bankiers in een kamer dat kiest. Maar ik ben met je eens, dat maakt het geld wel inflexibel. Qua bewegingsruimte. Dus het is ook, als je praat over mogelijke toekomsten, denk ik dat de toekomst waar Bitcoin helemaal geen rol speelt en de toekomst waarin Bitcoin het enige overgebleven geld, dat die allebei niet zo waarschijnlijk zijn. Ja. En dat waarschijnlijk Bitcoin zich zal verhouden tot staatsmunten. Zodat de centrale banken nog steeds wel hun beleid kunnen maken, maar daarin ook wel begrensd worden in hoe gek ze het kunnen maken. Hoe lelijk ze het monetair beleid maken, of hoe gek ze bestedingsvoorwaarden maken. Dat je je geld alleen maar kunt uitgeven aan voedsel, of aan dat je het binnen een maand moet uitgeven, anders is het niks meer waard. Dat kunnen ze technisch. Ja, en Bitcoin geeft een soort grens aan hoe gek je het kunt maken. Ja. Over Bitcoin kan je het natuurlijk niet hebben zonder dat we het ook even over de koers hebben. Die is flink omlaag gegaan. Wat ik me afvraag, kan die koers ook naar nul? Ja, dat wil zeggen echt letterlijk naar nul. Dat waarschijnlijk niet. Er zal altijd wel ergens een gekkie nog 1 cent geven ervoor. Maar het kan wel naar praktisch nul. Namelijk op het moment dat de adoptie stopt. Dus als iedereen stopt het te gebruiken, als niemand het meer wil, als het voor te veel mensen wereldwijd eigenlijk oninteressant wordt, dan zal Bitcoin ook niks meer waard zijn. Dus de koers van Bitcoin is wel gekoppeld aan het in gebruik nemen van de technologie. Beetje vergelijkbaar, hè? Als je een mobiele telefoon hebt als enige in de wereld, dan heeft het geen waarde, want je kunt niemand bellen. Nee. En hoe meer mensen zo'n telefoon hebben, hoe waardevoller, hoe nuttiger die voor jou wordt. Dus betekent dat die ook naar 100.000 kan? Nog? Ja, zeker. Sterker, ik denk, als die niet de 100.000 bereikt, of hoger dan dat,
Op termijn, dan heb ik het over 10, 15 jaar. Ja, dan heeft Bitcoin zijn bestaansrecht niet bereikt. Nee. Oké. Okay. Tot slot, één vraag nog. Hoe kan Bitcoin mislukken? Of blijft Bitcoin als enige geld over? Ja, dat zat eigenlijk in wat we net zeiden al. Hè. Dus de overleving van Bitcoin is eigenlijk gekoppeld aan dat er voldoende economische activiteit is. Dat kan op de basislaag van Bitcoin, dat kan op de betaallaag of andere lagen daarbovenop. En bijvoorbeeld identiteitsnetwerk wat op Bitcoin gebouwd wordt. En als dat er niet is, als die economische activiteit ontbreekt over 10 tot 15 jaar, dan houdt het op voor Bitcoin. Bert en Peter Slachter, dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. En wij praten hier in de studio nog even verder over Bitcoin en andere crypto's. En we gaan ook heel veel kijkersvragen beantwoorden. En je kunt het allemaal terugkijken via rtlz.nl/seminar. En aanmelden voor de volgende uitzendingen van RTLZ Crypto kan daar ook. Heel graag. Tot de volgende keer. RTLZ Crypto wordt mede mogelijk gemaakt door BTC Direct.